Dick, hoe kijk je terug op afgelopen week? Ja, dat is een hele belangrijke overwinning. Met een, denk ik, een goede eerste helft. Een paar prachtige doelpunten gescoord. De eerste fase na de pauze was... dan hoop je dat de ploeg dat doorzet. Nou, dat lukte niet helemaal. En ik denk met de invallers weer een nieuw elan. En aan het eind hadden er nog wel 2 of 3 bij gemogen. Dus we zijn tevreden met de winst. Maar er moeten ook nog een hele hoop dingen wat beter. Hoe zag de korte voorbereiding eruit nu op Helmondsport? Nou ja, wel weer blijven werken aan wat beter moet. Dus met name het kansen creëren. Dus daar zijn we mee aan de slag. Echt ook weer fit en fris worden. In lijf en leden, maar ook in hoofd. En vandaag nog wat laatste puntjes met spelervattingen. En dan moeten we er klaar voor zijn. Dan zag ik ook Liam van Gelderen weer op het veld staan. Is hij weer terug bij de selectie? Ja. Ja, sinds dinsdag is hij terug. Dus de wedstrijd na, of de dag na Jong PSV. Dat is bekend. Hè? Hij heeft iets gedaan waarvan wij dachten dat dat een straf verdiende. En die straf heeft 1 of 3 geduurd. En nu is dat voorbij en zetten we er een punt achter. Betekent ook dat hij weer bij de wedstrijdselectie kan zitten tegen Helmondsport? Ja, dat zit hij ook. Zijn er spelers die er niet bij kunnen zitten, die blessures hebben of andere dingen? Ja, het is een herhaling van zetten. De 3 jongens die eigenlijk al 2 wedstrijden er niet bij kunnen zijn. Dus dan heb ik het over Daniel Beukers, Laros Duarte en Romano Postema. Die een kleine terugslag heeft gehad. Dat ging heel goed. Alleen in de training met de onder 21 kreeg hij toch weer een momentje. Niet verontrustend. We hadden gehoopt dat hij na volgende week erbij zou zijn, dus na Helmond. Nou, dat is nu een beetje twijfel, maar is wel op de weg terug. Dan Helmondsport. Wat weet je van die ploeg? Nou, dat ze thuis met name een prachtig track record hebben. Ze hebben 7 punten uit 6, maar die 7 punten hebben ze allemaal thuis gehaald. 2-1 gewonnen van Cambuur onder andere. Dus ik vind het een gedisciplineerde ploeg met echt een goed idee van spelen. Ook een team, dus een geduchte tegenstander. Verwacht je dat zij zelf gaan aanvallen of jullie vooral de bal zullen gunnen? Ik denk een combinatie. Ze zijn niet te bevreesd om ons ook onder druk te gaan zetten. Nou, dan komt het altijd op aan van wat doe je dan zelf daarmee. Dus als wij ons ding doen, dan zullen zij ook wel teruggaan. En ik denk ook dat zij beide beheersen. Dus ze kunnen counteren, maar ze kunnen ook wel voetballen. Ja, ik ben heel benieuwd naar ons eigen niveau, want wij zijn nog niet in staat geweest om 2 achter elkaar te winnen. Dus dat moet nu gewoon de uitdaging zijn om de volgende stap te zetten.